Mijn naam is Esme Winkel. Ik werk als botanisch illustrator voor Naturalis Biodiversity Center. En ik teken hier alles wat nodig is voor de publicaties van onderzoekers. Van schema's tot een serie vruchten, een serie bloeiwijzen tot nieuwe soorten. En deze tekeningen worden dan gebruikt in de wetenschappelijke journals waar de onderzoekers hun bevindingen samen met de tekeningen publiceren. Hier werk ik dus. Ik krijg van de onderzoekers een aantal herbariumvellen van zou je dit alsjeblieft kunnen tekenen. Dat materiaal bestudeer ik dan met de microscoop. Ik maak dan allemaal van die schetsen. En van deze schetsen maak ik nette lijntekeningen. En deze lijntekeningen zet ik dan over in inkt. Mijn inziens gaat eigenlijk esthetiek en schoonheid tezamen met wetenschappelijke correctheid. Want als een illustratie heel slordig wordt opgezet, dan verdwijnt ook de leesbaarheid. En het doel van een illustratie is nu net goed en duidelijk laten zien hoe zo'n soort in elkaar zit. Christina Helene van de Pavert Smits, waar we zo dadelijk naar gaan kijken, was mijn inziens een bedreven kunstenaar. Naast het werk dat ze verzet heeft voor de Flora Batava werkte ze ook nog voor andere onderzoekers bij het Rijksherbarium. En ik denk dat ze een waanzinnige oeuvre heeft. We kijken hier naar het 24e deel van de Flora Batava. En het ligt hier opengeslagen op de bijenorgus van Helena Christina van de Pavert Smits. En hier hebben we het origineel, haar originele aquarel. Deze orchidee, Ovaris apifera in het Latijn, heet in het Nederlands bijenorgus. Men vindt dat de bloem, en met name eigenlijk dit onderste deel, op een soort bij of insect lijkt. Het schijnt dus dat de bloemen ook bepaalde soorten bijachtigen of wespachtigen aantrekken. Je ziet dus dat ze hier de bloeiwijze heeft geschilderd met de verschillende bloemen. Een hele oude uitgebloeide bloem en de jongere bloemetjes. Hier een van de schuinaanzicht. En dan de twee details, dus een bloem van een zijaanzicht en een bloem van een vooraanzicht. Sommige delen, denk ik, heeft ze wat natter geschilderd, de andere delen. Maar bijvoorbeeld die haartjes hier op die lip, die zijn zo verfijnd geschilderd. Of die bolinia hier, die naar beneden gebogen zijn. Of dat vooraanzicht van het kolom, dat is best lastig om te doen. We staan hier in het depot van Naturalis, waar zo'n 5,7 miljoen planten zijn opgeslagen. En hier ligt het orchideetje. De bijenorgus, waar we naar gaan kijken. Hij is niet zo prachtig van kleur meer, maar je ziet wel de bladeren hier. De vrucht. Het kleine knolletje hier. Ja, de bijenorgus is een van de eerste Nederlandse soorten orchideeën die ik heb geschilderd. Maar hij staat ook hier in Leiden, op een aantal plekken. En ik heb daar ook gewoon een ochtend gezeten. En ieder jaar ga ik weer terug om te kijken, bloeit hij weer, maak ik wat schetsjes. Sommige soorten blijf je gewoon heel goed herinneren. En dat is dus voor mij met de bijenorgus.